Dames en heren, Jeroen Komen is een piloot en fotograaf. En jij hebt deze foto gemaakt, toch? En deze ook? Ja, dit is hier om de hoek, het Koerhuis. Ja. Lijkt een beetje op Maradurodam, maar het is gewoon van boven zo mooi. Ja. En leg even uit, wat je, en daarna laat ik het podium aan jou. Hoezo Philips en hoezo dit? Ja, het is een beetje doorgeschoten hobby. Ik maak duizenden luchtfoto's. Ik heb een klein vliegtuigje en daar vlieg ik mee over Nederland, of eigenlijk over heel Europa. Dat ziet er dan zo uit. Ja. Ik bestuur het vliegtuigje met stuurknuppel tussen mijn benen. Is dat een goed idee? Tot nu toe, als er niemand anders in de buurt vliegt, dan vlieg je nergens tegenaan. Handsfree bellen, dat mag nog in een vliegtuig. Oh ja, dat hoeft niet. Hoe zeg je dat? Je bent nog niet voor de rechter gedaagd omdat je hebt. Nou ja. Misschien dat het naar aanleiding van deze presentatie gaat gebeuren. Oké, nou vertel ons over de week. Zo ben je terug. Dankjewel. Ja, hoe is dat zo gekomen, al die luchtfoto's en zo'n klein vliegtuigje? Mijn middelbare school ging niet heel goed. Weinig motivatie. En ik besloot al snel om de wereld in te trekken. Op mijn 18e liftte ik helemaal door het Midden-Oosten, ook door Syrië, waar het nu zo'n rommel is. Bijvoorbeeld naar Egypte. En de jaren daarna heb ik ook nog vele reizen gemaakt met een rugzakje, low budget. En toch kon ik een keer van mijn hobby mijn werk maken. Het begon in de pionierstijd. Dit was onze eerste serverkamer van een IT-bedrijf. Maar dat bedrijf groeide gestaag door naar een serieuze onderneming met 25 medewerkers. En toen wilde ik een directeur benoemen en merkte ik dat ik niet voor zijn voeten moest lopen. Dus om hem de ruimte te geven, heb ik mezelf ontslagen. Ik had niet zoveel financiële druk meer, daar was ruimte. Maar ik had niet opnieuw een doel, dus ik kwam wel een beetje in een zwart gat terecht. Dat is lastig. Ik had gelukkig ondertussen mijn vliegbuffet. En ik nam een keer iemand mee en die vertelde mij dat er een klein vliegtuigje te koop stond. Leek me niet zo'n goed idee, want ik huurde dat liever. Ik was meer van deeleconomie en gedeeld gebruik. Maar toch kon ik het niet laten om eens een kijkje te nemen. En daar stond dit zelfgebouwde vliegtuigje. En ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ik heb het gekocht. En als je dan eenmaal een vliegtuigje hebt, dan ga je er ook mee vliegen. Hier tussen de sneeuwbuien door kun je zo zigzaggen. Echt zo vrij als een vogeltje om het weer heen. Nog mooier is het als je boven de wolken uitkomt. Dat is bijna meditatief, zo als dit eruit ziet. Dat muziekje wat er net was, kon er helaas niet bij in zo'n cockpit. En het wordt helemaal een droom als je luchtballonnetjes voorbij ziet zweven. Die kinderen opgelaten hebben met zo'n kaartje eraan. En dan hoopt dat iemand het terugstuurt vanuit een ander land. Ik greep elke kans die ik had aan om ergens heen te vliegen. Naar festivals, naar conferenties, naar mensen die ik kende uit vroegere reizen. En als ik ergens nog niemand kende, dan gebruikte ik couchsurfing om daar ergens op de bank te slapen bij iemand thuis en zo de lokale cultuur een beetje op te kunnen snuiven. Het is hard werken, al dat vliegen. Je hebt geen stewardess bij je. Je moet een hoop vluchtvoorbereiding doen en je eigen boterham smeren onderweg. Ik deel graag een paar mooie foto's met jullie en wat inzichten. Het meest overweldigende voor mij is de schoonheid van de natuur. Dit is een van de Waddeneilanden, tussen de Duitse en de Nederlandse Waddeneilanden in. Met zo'n delta, zo'n meander ervoor, met van die prachtige bochten en die bijzondere kleuren. En waarom deze foto mij zo raakt, is omdat je er geen management voor nodig hebt. Geen directie, geen spreadsheets, geen meerjarenplannen, geen beleid, geen big improvement day. De natuur doet het uit zichzelf en het wordt nog mooi ook. Ik vind dat echt geweldig om te zien van boven. Een ander voorbeeld van die schoonheid zijn deze cirkels op meren in Lapland, die ik zag toen ik op weg was naar de Noordkaap, het noordelijkste puntje van Europa. Prachtige cirkels, heel mysterieus. Ik begrijp nog steeds niet precies wat ik hier nou zie. Het zijn een soort van grassoorten en het zijn cirkels die interfereren met elkaar. Misschien wel een soort van fractals die ik ooit programmeerde. En prachtig om naar te kijken. Het was wel een spannende vlucht trouwens, daar naar die Noordkaap. Want een stukje verderop, boven die koude Arctische wateren, was het weer een stuk slechter geworden. Ik vlieg hier vlak onder een dik wolkendek, boven die koude wateren. En word wat nerveus. Hè. Haal ik het voordat het echt donker is, zonsondergang? Heb ik genoeg brandstof? Dat moet je altijd uitrekenen, maar misschien maak je een rekenfoutje. En is het weer nog wel goed genoeg om te landen verderop? Een half uurtje later zie ik wel het dropje van mijn bestemming, Haningsbij. Maar nog niet de startbaan waar ik zal moeten landen. Gelukkig heb ik al contact met de verkeerstoren. En zij geven mij instructies om die berg heen te vliegen. En tot mijn opluchting daar zie ik deze prachtig uitgelijnde startbaan. Echt een cadeautje voor mij, want als ik in Nederland vlieg, vlieg ik vanaf grasveldjes en doen ze nooit die lichtjes voor me aan. Dus ik voelde me heel welkom en 20 seconden later stond ik veilig met twee benen op de grond. En deze foto is voor mij een hele belangrijke metafoor geworden over de balans tussen vrijheid en kaders of regels. Jullie hebben mij wel leren kennen als iemand die regels niet zo belangrijk vindt. Hè? Zonder diploma de wereld in, niet makkelijk een baas boven mijn hoofd, buiten de kaders denken als je innoveert.
En in dit geval verbaasde het mij hoe belangrijk deze kaders voor mij waren om veilig te kunnen landen. Ik was zo blij dat iemand mij uit had kunnen leggen waar ik moest landen, wat de instructies waren. Kaders is echt iets menselijks. Je ziet hier de zoutvlakte in Zuid-Frankrijk keurig in rechte hokjes. Of de manier waarop we in Schotland zalmen kweken. En wij Nederlanders kunnen dankzij het kadaster er ook echt wat van met de hokjes. Dit zijn de Nederlandse polders. En als je dan al die regels en kaders hebt en je wil erin iets veranderen, is het als een puzzelstukje in een grote puzzel. Dat lukt vaak niet. Dan past die puzzel niet meer. Maar het kan wel. Daar heb ik een mooi positief voorbeeld van de IKEA, een stukje verderop aan de A12 bij Utrecht. Je ziet dat die verder ingesloten is tussen het Amsterdam-Rijnkanaal, de Meubelboulevard en een aftand sportveld daar aan de rechterkant. En zij wilden natuurlijk groter, meer vierkante meters. Maar Nederland is een beetje vol. En toch is het ze gelukt, met samenwerken wat zo vaak besproken wordt. Ze hebben gewoon een deal gemaakt met die sportvelden, dat ze nieuwe voetbalvelden kregen bovenop de te bouwen parkeergarage. Je ziet de ingang eronder. Ik eindig graag met een mooie slotanekdote. Ik ben een keer in Frankrijk geland op een klein veldje, had mijn tentje al opgezet en zou naar het dorp lopen voor de avondmaaltijd. Maar ik zag dat het een hele mooie zonsondergang zou worden. Dus ik dacht, ik stap nog even in mijn vliegtuigje en ik fotografeer die zonsondergang van boven. Het ziet er natuurlijk prachtig uit zo. Maar het mooie was dat toen die zon onderging en het verder ging schemeren, toen heb ik de kans gegrepen en ben ik nog 2000 voet hoger gaan vliegen en kon ik diezelfde zonsondergang een tweede keer zien op één dag. Zo voelde ik me echt als de kleine prins die dat naar zijn hand zet. Nou, zo hebben jullie een klein stukje van mijn leven in vogelvlucht voorbij horen komen. Ik geef jullie graag een motto of een slogan mee. Omhels de ruimte die bij je past. Dankjewel. Laat me raden. Je hebt nog één foto van het gebouw waar de volgende spreker werkt. Jij bent echt heel gezien, hè? Dit is een beetje in de verte een groot overheidsgebouw van de dienst DUO, dienstuitvoering onderwijs. Ja. Had je die al of heb je die moeten maken? Deze had ik zelfs al 8 jaar geleden gemaakt. Okay. Het is het nieuwe gebouw in aanbouw. Het is het cruise ship, noemen de Groningers het. Okay. En je ziet ook nog de 3 of 4 oude belastingkantoren daar. Ze hebben destijds besloten om die af te breken in ruil voor een nieuwbouw. Dat leek ze toen beter dan een renovatie. Okay. Maar nu zijn die andere gebouwen verdwenen. Oké, hartstikke goed. Dankjewel.